Okay. Ik ben Lotte en ik kom uit Nederland. Hallo, ik ben Laura uit België. Ciao a tutti, sono Cindy, sono italiana. We zijn hier naartoe gekomen omwille van een huwelijk. We zijn uitgenodigd om een huwelijk bij te volgen in Pakistan, in Karachi. En voordat we kwamen, wat dachten we? Oh, we hadden toch wel gemengde gevoelens. Ja, een beetje nerveus wel. Ja, want de media, Pakistan, ja. Niet zo positief. Nee. Ik was ook zo dom geweest om het reisadvies op te zoeken en dat volledig negatief is. Ja. Dus we hadden toch wel een beetje schrik. Vooral omdat we tegen onze familie en vrienden, als we dan vertelden waar we naartoe gingen, al de reacties waren altijd Ja, Pakistan. Oef. Wat ga je daar doen? Wat gaat je daar nu zoeken? Wie gaat nu naar Pakistan? Je komt niet meer terug. Ja, dus dan was het zo toch een beetje met een gemengd gevoel het vliegtuig opgestapt. Ja. Maar eigenlijk vanaf het moment dat we hier aankwamen, iedereen was super vriendelijk. Iedereen is super uitnodigend. Iedereen is heel blij dat je er bent. Want niemand komt naar Pakistan. Er is bijna geen toerisme. Dus iedereen is heel blij dat je komt en dat je ze welkom is. Je bent echt welkom in de familie, dat zeggen ze ook. Je bent een deel van onze familie. Iedereen geeft je meteen eten. Een beetje te veel eten soms. Ook als je nee zegt. Nee, wordt niet geaccepteerd. Je wordt altijd eten in je mond gestouwd. En verder, Pakistan is een mooi land. Het is echt een heel mooi land. We zijn begonnen in Karachi voor het huwelijk. Nu, we zijn daar een week geweest, wat wel een beetje te lang is. Karachi is een heel, heel grote stad, maar totaal niet toeristisch. Nee. Dus we wisten niet altijd goed wat doen. Dus Karachi op zich zou ik niet aanraden voor langer dan 2 dagen. Nee. Het is ook niet zo'n veilige stad. Wij waren nu altijd met een local, die zeer beschermend waren over ons. Een beetje te. Ja, een beetje te. Maar zonder local zou ik daar nu niet gaan rondlopen. Nee. Maar daarna zijn we met z'n drieën verder gereisd, meer naar het noorden. We hebben met een reisbureau zijn we naar het noorden gereden, met een chauffeur en een gids. En dat was echt wel prachtig. We zijn gevlogen naar Islamabad eerst en dan hebben we de auto gepakt. Dan zijn we gereden naar de bergen en in de sneeuw. En hier hebben we wat meer echt door de straten kunnen lopen van stadjes. En het is hier echt, overal waar je komt is de cultuur weer anders en rijden ze in andere autootjes en iedereen is vriendelijk. Ze zijn hier wel niet gewend aan toeristen. Dus verschiet er niet van, maar je zult aangestaard worden. Ja, en iedereen wil op de foto. Selfies, ja. selfies. Ja. Zeker in de bergen. Oh. Daar werd zelfs de politie gebeld toen wij eraan kwamen. Ja. Want ze hadden nog nooit drie blanke vrouwen daar zien lopen. Ja, dus is de politie met 3 man gekomen om ons te bekijken eigenlijk. Ja. En dan hebben ze nog versterking gevraagd. Dus waren ze uiteindelijk met 8 om gewoon te komen kijken naar ons. Dat was, we waren eigenlijk de grootste attractie van het jaar, denk ik. Ja. Maar dat was wel echt, ja, dat was echt prachtig. Ja, en we kwamen van 30 graden in Karachi en 1 dag later zaten we in een meter sneeuw gewoon te wandelen met een jeep te rijden. Ik weet niet hoe allemaal. Ja. Dat is echt zalig. En hier ook de stadje, dat is echt fantastisch om rond te lopen. En, het is een oud dorpje in Islamabad. Dus nu zitten we terug in Islamabad, terug in het goede weer. Ja. En tot nu toe, Islamabad is eigenlijk echt wel een aanrader. Ja, toch. Het is een nieuwe stad. Maar wel fijn en aangenaam. Ik denk dat we ook wel moeten zeggen dat we ons nooit onveilig hebben gevoeld in Pakistan. Nee, dat is altijd. In Islamabad voel ik mij sowieso op mijn gemak. En in Karachi, dus wel, waren we altijd met een local. Ja. Anders zou ik me misschien minder veilig hebben gevoeld. Oh, en het eten trouwens. Super lekker. Ja. Je wordt wel ziek van, maar het is wel super lekker. Het is wel echt heel goed eten. Ja. Ja. Redelijk pikant, maar sap ja, jij lust eigenlijk geen pikant. Maar hier wel. En hier heb je leren eten. Ja. Dus so, English now. Yeah. So we want to thank Fahd of Rocket Tourism for taking us on a wonderful trip and showing us around. Mm-hmm. And having to deal with our difficult choices and not knowing what to eat. And he's been there all day for everything. If we needed anything, he's been there. The driver also was super kind, and we could ask every question. If you ever come to Pakistan, I recommend Rocket Tourism because everything is. Thank you. Perfect. Yeah, definitely. And Cindy, your time. Yeah, I just understood that everyone was super friendly, and everyone wanted making selfies, and the food was spicy. yes. So I will just make. We said a lot more things. Well, I know. But well, you can say everything in Italian. Yeah, yeah. Now my turn. Now. okay. Sono riuscita finalmente a venire in Pakistan dopo tanto tempo che questo mio amico.